dorp heeft duidelijk veel vertrouwen in zijn leider. Vanaf nu zal het dorp het zonder moeten doen. Hè? Al die mooie plannen hebben we gehad voor het dorp. Allemaal vergaan. Voor altijd verdwenen. En ja, was het waard? Ik dacht van niet. Oh. Merci. Een nieuwe vorm van improvisatietheater, omdat het gebaseerd is op een gezelschapsspel. En dat vond ik wel uniek. Geef mij van uw laatste sms het derde woord. Ja, dat is een great part, because you can go and see like 2-3 shows and they are always different. Mijn geheime voorraad. Iedereen denkt altijd dat die studieboeken en zo in zitten. Weerwolven is een theatervoorstelling die gebaseerd is op Weerwolven van Wakkerdam. Dat is een feestspelletje of een groepspelletje, een kaartspel, dat veel mensen wel kennen. Waarbij dat er zowel wolven als burgers onder de menigte zitten. En de bedoeling van de burgers is dat zij de wolven eigenlijk achterhalen wie de wolven zijn, maar elke nacht vermoorden de wolven ook een burger. En dit spel is in een theatervorm gegoten en dat is volledig geïmproviseerd theater. In deze contraire komen al jaren geen wilde beesten meer. We hebben ze allemaal verjaagd. Dus we hebben eigenlijk besloten om nog meer theatraal en nog meer theaterachtig te werk te gaan. Om de voorstelling ook tot een mooier geheel te maken. Dat iemand die nog nooit improvisatietheater heeft gezien, zou kunnen denken dat het gewoon voorbereid is. En wie, oh wie, kent de diepste geheimen van het dorp? De hoer! De hoer! De hoer! De hoer! De hoer! Ik zou de impro weerwolvenvoorstelling in één woord beschrijven als exploratie. Monsterlijk. Begeesterend. Intrigeerend. Fascinerend. Uitdagend. Weerwolven is voor mij een spel van vele mogelijkheden. Het is zo dat er niet veel geïmproviseerd theater op de planken te zien is in Vlaanderen. Alleen al daarom, omdat we met een geïmproviseerde theaterproductie in verschillende theaterzalen staan, is het echt de moeite om eens te komen kijken. Omdat het zo'n tof spel is, dat mensen het kennen, dat we willen dat mensen voor die herkenbaarheid ook komen. En de mate aan interactie met het publiek is ook zo hoog dat je als publiek er echt mee ingezogen wordt. Omdat je moet op zoek gaan naar wie die weerwolf is. Want anders word je als publiek bestraft. Tot de laatste inwoner, verslonden met maar 2 overlevenden. Laten we hopen dat ons waken borg, dat lot, bespaard blijft. Bye.